Dus nu in Makassar. En we gaan nu nog een uurtje, dik uurtje vliegen naar Ambon aan de zuiden. Goedemorgen. Het is bijna 6 uur 's ochtends en we komen zo aan op Maluku. Op Ambon, dus het is alweer een apart gevoel. Zijn we dan? We zijn thuis. Zo, het is hier warm. Sowieso 94, Maluku. Wat doet die Mukata? Ja. Oh, dat is echt. Hè? Ik ben echt blij, joh. Ik ben echt blij. Ik ook. Wel janken, joh. Ik ook. Echt. Wauw. Ben je een beetje jammer van het nummer? Ja, maar ja, goed. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ik kan de pret niet drukken. Nee. Uitzicht. De baai van Ambon. Mijn oom is 2 jaar geleden overleden. Toen mijn ouders hier op vakantie waren. En, zij woont in de wijk Kusukusu. Alleen wij gaan er nu naartoe. We hebben net een barre rit gehad. Met de Ojek. Ik zat er in ieder geval achterop. Maar echt. Het is hier wel heel mooi. Kijk dan. Wat een natuur, joh. En we staan nu eigenlijk voor een weg eigenlijk. Die is kapot. Want dan zijn we het aan het maken. Moet je kijken. We gaan nu lopen naar beneden. Lukt dat wel? Mijn vader is hier. Slechte been dus. Bisa. Anders moet ik even vasthouden. Ja. Dus we gaan nu naar beneden. Dus gewoon deze hele weg ligt eruit. Het is allemaal door de regenval is het allemaal kapot gegaan. Dus,
lopen de wielen boven. Gelukkig hebben we maar een klein stukje waarschijnlijk nog omhoog. Ja. Dus, nou. Maak hier dus een nieuwe brug. Die is helemaal kapot gegaan. Roken. En mijn oom en tante. En het was me wel een tocht hoor. Jeetje, mina. Ze leven dus zo. Heel simpel, heel primitief. Wat zijn we dan eigenlijk best wel verwend in de westerse wereld, hè? Het huis staat hier, het is afgerond. Gewoon naar beneden, ja, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar het is wel heel rust, veel rust hier. We gaan weer naar boven. We zijn weer boven en dan gaan we zo meteen weer naar beneden. Dus, ijzer. Nee, ze hebben een tata. Ja. Wie zei je? Ja, iets. Ik hier eens aan. Dat was ik niet hoor. Hey. Hey, ik mag hopen als ik zo oud ben dat ik zo loop, joh. We gaan naar de stad. Ik ben er klaar voor. We gaan even de toerist uithangen. We zijn nu bij Pintucotta. En dan gaan we even kijken. Moeten we hier zo de trap af? En dan laat ik jullie zo zien hoe het er allemaal uitziet. Het is echt super mooi. Daar is Maia en daarachter bij de grote berg daar, daar is Naku. Wow. Adé! Jullie, draai hier! We gaan weer naar beneden. Saf gaat nog even wat pictures maken. Hé, hey, zag je dat, dat iedereen zat te kijken naar jou? Huh? Achter de scooter? Nee. Dan een keer hij. Nona Blanda! Nona, oh, dat is mama! Wow. Zo, nu gaan we de trap af. Ik wil gewoon mijn benen als ik de trap af ga. Ja. Kijk, kokosnoten. Hier kun je klappermoeder drinken. En eten waarschijnlijk. Dat is gewoon kokosnoot wat niet rijp is. Het sap kun je drinken natuurlijk, maar ook de kokos is nog niet rijp. Dus het is nog een beetje een soort slijmachtig. Maar dat kun je eten. Dat is best wel lekker. Ook al, je kan het ook mixen met Fanta of met frisdrank. Ja. De tortelduifjes met gitaar. Doe maar gewoon door, kom terug. Moet jullie naar boven? Kijk.
kijken waar ik loop. Ik kan hier dus naar binnen. Heb je een foto maken, jongen? Foto is echt ja, ik ga een foto maken. Gaat u maar zoeken naar een bloem? Wow, kijk dan. Dit is super tof. Hoe vet is dit? Oh. Ja, moest die. Film toch. Gaan we dus naar de andere kant hebben. Onder de rotsen door. Foto Sanding. Goa. Kijk. Wauw. Goa. 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 Sam denkt even. Sam denkt even. Sam denkt even rustig te gaan lopen, man. Gewoon in de rust moest hij boeken spatu. Bisa, ik denk een spatu, ja. Dat is papa. Dat is papa. Dat is papa. Ik heb een zakje. Ja, ja. Ik heb een poging gedaan. Ze heeft de schoenen wel uitgedaan. Ik wil gewoon met mijn schoenen door het water heen gaan. Maakt niet uit, ja. Kijk hoe mooi, man. Zo. We zijn even net langs Amplas geweest. Even een tas gehaald om mee te nemen naar Wasia. Nu gaan we eten. Bij een eetentje. Wat ik heb gehoord dat je hier gewoon papera en zo kan eten. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat papera overal wel te eten is, maar dat het hier lekker moet zijn. Dit is de minuta. Pri, wat is dat? Sarikuru, sifu. Kijk wat ze allemaal hebben. Hallo, Tantami. Joy, joy. Hé, papera. Goedemorgen. Het is maandagochtend om. Wat is het? Jambrakschaling? Oh. 6:00. We gaan ons klaarmaken om naar Serum te gaan. Ik was om 3:30 al wakker en ik ging om 1:00 op bed, maar ik kon niet meer slapen. Mijn vader werd ook wakker omdat hij last had van zijn knie. Dus sindsdien kon ik ook niet meer slapen, dus ben ik maar eraf gegaan. We gaan vandaag naar Serum en dat is toch wel ook wel speciaal omdat daar, het is mijn vaders kant, weet je. Dus we gaan naar Wasia toe, dus ik heb er heel veel zin in. We gaan met de speed of kapatje pad. Dat is een snellere boot. Je hebt namelijk ook gewoon de ferry. En als je de ferry pakt, dan ben je met dan 2 uur onderweg. Alleen wij gaan dus met de snellere boot. Ik ga dat ook allemaal filmen, denk ik. Ja, ik ga het sowieso filmen, want het is echt mooi. Het is alleen maar zee en echt zo mooi. Dus ik ga mijn sigaretje afroken, of in ieder geval oproken. En dan ga ik ook even douchen, omkleden, alles klaarmaken, tas. Inpakken voor de rest en dan go!